Nadat we zo goed gingen in de Call of Duty Black Ops 2 video van een paar dagen geleden, ga ik het nog een keer proberen. Maar ik durf niet met succes te zeggen dat deze keer ook zo goed gaat. Want er moeten toch nog eens een keer goede spelers zijn in Black Ops 2. Het kan niet alleen maar slecht zijn. Dus we gaan gewoon een potje TDM zoeken. Ik ga met een MSMC spelen met een Long Barrel en Fastmac. En we gaan gewoon kijken of we weer een beetje close bij de nuclear kunnen halen. Of dat gewoon weer helemaal mislukt en we heel erg slecht gaan. We gaan gewoon kijken. Het kan natuurlijk alle kanten op in Call of Duty. We gaan een potje zoeken. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Want het is enorm. Als we weer de 100 likes gaan halen, zou dat super anders zijn. Dus rammelt dat blauw duimpje omhoog. Wij gaan nu een potje zoeken. Hemel op aarde is voor mij open gaan, jongens. Ik zocht een potje TDM op te gaan nemen. En ik joinde deze game op Nuketown. En we gaan daar vandaag gebruik van maken. Nuketown 2025 met de MSMC. Met erop Long Barrel en Fastmac heb ik erop staan. Maar we gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten op deze old school map, jongens. Holy shit. Mocht je dat natuurlijk nou leuk vinden, laat je blauw duimpje omhoog achter. Dood, jongen. Dat maakt natuurlijk enorm. Ik ga gewoon, zoals ik al zei, proberen chillpotje. Ik loop langs enemy. En we zijn met UAV, maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan gewoon proberen chillpotje neer te zetten. Ik speel ook met UAV, count UAV. En zoals ik zei, de orbital V zet. Kan ik nog een beetje snipen? Oldschool ballista, jongens. Ah, mijn rug. Ah, nee. Ik kan bijna mijn UAV binnen. Teammates, hij zit rechts. Oh my god, hij heeft een quadfeed. Hoe kunnen we dit laten gebeuren? Opstoppen. Oh jongens, de MSMC, de kick van de MSMC. Wordt het toch niet gespant op in TDM hoor, kom op. Dat is teammate, sorry. Hij zit gewoon hier. Hier, wegwezen met jou. Voor mij als Karar is. En ik word weer gekilled. Deze enemies zijn zo goed. Ja, nu gaan we dood, want ik moet op de spawn gooien. Yup. Dit is een beetje een probleempje. Zo. We gaan wel even in top zitten, ja? Ik denk dat wil helpen. Get fucked, mate. Holy shit. Team, pak jij hem op. Nice. Holy shit, ik kan hier binnen. Zit er één links van me? Ik kan mijn account hier binnen. Oh my god, waarom kan ik dan niet even doorgaan? Oh, we staan achter. Kom op, ik wil dit niet gewoon. Überhaupt wil ik het niet verliezen, maar gewoon het feit dat de enemies nou gewoon zo goed zijn dan ik eergisteren. Top. Hij is gewoon dood. Gisteren dropte ik zo wat nucleair. Het zijn echt nog verschillende lobby's hoor, jongens. Ik denk dat het alleen nog maar noobs zitten op Black Ops 2. Dat is echt niet zo. Gewoon een beetje springen en dan komt het allemaal goed. Hoppakee. Nieuwe UAV binnen. Get moving. Friendly UAV inbound. Zo. Oh, schiet maar dood, gek. Counter erin. Ik heb toch flak jacket, kom maar naar boven. Oh, zit hij achter me! Die ook aan, jongen. Hij is echt chill met zijn ska. Hij is echt super goed met ska. Ik zweer het je. Shout out naar hem in ieder geval. Hij is ook een van de weinigen die iets in het potje doet. Hij heeft nog net gespant met en zo. En hij kill me nu weer. Hoeveel gaat hij? Hij gaat 17-8 en ik ga 19-10. Best wel decent. En dan zit ze ook nog in top. Yep. Ik wil even zo'n sniper pakken. Ik wil even kijken of ik nog kan snipen, jongens. Ik wil even kijken of ik nog een beetje normaal kan snipen. Op Black Ops 2. Iemand achter me. Oh! Oh! Ik kan hem nog. Dit was een collateral. No way. Dit was één harde collateral, jongens. Ik choke gewoon twee collaterals, besef. Ik ben echt een sukkel, ik choke gewoon twee collaterals. Oh shit. Ik weet ook alleen maar meer wijn natuurlijk. En we hebben weer een UAV'tje. Hoppakee. Oh, ik werd hem al bengt. Yup. Kom, we staan gelijk qua punten. Die mensen don't fuck it up.
Oh, die fucking Mika. Mika met CK. Oké, okay, we hebben verloren. We moeten nog maar één kill. We moeten nog maar één kill. Auw, oh, het was zo close. Het was zo close, ouwe. Holy shit. Nuketown 2025 is gewoon nog steeds chaotisch. Maar ik moet wel zeggen, er zitten nog steeds best wel goede mensen op Black Ops 2, zoals je ziet. Want de enemies zijn best wel redelijk gegaan. Een paar na dan. Ik ben 27-40 gegaan. Iets minder als vorige potje, maar dat maakt niet uit. Kan allemaal. Ik heb net ME2 opgenomen, dus even overswitchen natuurlijk. Niet dat het een excuus is. Maar goed, mocht je echt nooit hebben Black Ops 2, laat even een blauw duimpje omhoog achter. Want het is enorm. Als het onder het lijstje kanalen zou het als zijn. Dus ram even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Ik hoop jullie morgen weer te gaan zien op een nieuwe video bij mijn kanaal. Oh, bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zo was de zin. Thanks voor watching. Tot morgen. Tjoe.